Ja, wat ik onmiddellijk zag was al die overvloed aan dystopische, super pessimistische, negatieve verhalen die er al bestaan over hè, waar we gaan eindigen op zo'n soort van verkoolde post-apocalyptische planeet. Hallo, ik ben Saskia de Koster. Ik ben schrijver van boeken als Wijn ik en Nachthouders en van columns en andere stukken. En eigenlijk probeer ik gewoon met taal zoveel mogelijk delen van de werkelijkheid in te nemen. Fictie heeft gewoon de neiging om te gaan die donkerdere gevoelens of doemscenario's uit te werken. En het is eigenlijk is dit een... Ja, dat mag dus eigenlijk niet. Dat is een onmogelijke vraag. Om zo het positieve te gaan verzinnen, dat is niet simpel. Ik heb een soort seksverhaal geschreven omdat ik echt denk dat dat essentieel is voor ons mens zijn ook. De vuiligheid, de viezigheid van de wereld, omdat ik vind dat we dat meer moeten vieren eigenlijk. Wij liggen pornografisch bloot als de natuur zelf. Geslachtsdelen glorieus geopend naar het blauw boven ons. Ik denk dat de aantrekkingskracht voor ons, of waarom wij de natuur nodig hebben, dat is het lichamelijke, het echte, het tastbare, het voelbare. Dus onze connectie met ons eigen lichaam en met de natuur, dat ligt voor mij heel dicht bij elkaar. Dus vandaar dat ik zo'n verhaal geschreven heb over een tocht naar naar natuurgebieden, de echte natuur, die waar je niet zomaar in mag. Opeens hoor ik pootjes roffelen over de aarde. Ik zie de wilde varkens op ons afstormen, maar ik beweeg niet. Iets heeft hen doen ontbranden. Iets heeft de woede in hen aangewakkerd. Ruiken ze onze geilheid? Eten wij hun hars? Komen ze ons beschermen tegen de koude? Ik vind het zelf interessant dat wij de illusie hebben van oh, wij mensen, wij moeten de natuur gaan redden. Moeder natuur, hè? Dus eerst is de moeder, zo gezegd. Dan moeten we ze gaan redden en zorgen voor de natuur. Dus dan is het eigenlijk een kind. Maar de natuur kan ook perfect zonder ons. Hè? Of die kan ons helemaal overrompelen of vertrappelen of zo. Dus dat is dan eigenlijk meer in het jargon van lover of geliefden of zo. Dat soort relatie. Maar ik denk wel dat wij als mensen zodanig geëvolueerd zijn dat wij heel ver staan van het oorspronkelijke concept mens in harmonie met de natuur. Ik bedoel, drop ons ergens. Allee, of ik zal voor mezelf spreken, drop mij in het Amazonewoud en dat gaat niet zo lang duren, denk ik. Dus omdat ik ook aaneenhang van de ingrepen en protheses en allee, onze tanden en onze ogen en alles is zo aangepast. Dus ja, ik denk niet dat dat zomaar kan. 2050 is echt niet meer heel lang. Op de test stelden ze me de meest uiteenlopende vragen. Hoe ik me voelde bij gletsjerwater en of ik kon beschrijven hoe alcohol smaakte. Ik had geen idee, dus ging ik maar op mijn hoofd staan. De gedachte aan rollen door de modder deed mijn hartslag de hoogte ingaan. En ja, wie weet dat dat een soort van protestbeweging is tegen het oude gaan, Space Cowboys, alles innemen en zo een soort van ubermens worden die helemaal met Google-brillen en alles. De andere kant, zo van laten we terug beest worden. Ja, ik zou voor die kant gaan. Ik zal wel in de modder gaan rollen.